Nou, voor mij is het eigenlijk heel erg goed te doen, want ik woon letterlijk in een hutje op de hei, in the middle of nowhere hier. En ja. Het voordeel daarvan is dat ik een redelijk grote tuin heb, waar ik met de honden kan wandelen, waar ik zelfs nog een stukje kan hardlopen als ik wil, kan in de tuin werken. Dus het enige wat ik niet kan, is dan, zoals wat ik normaal zou doen rond deze tijd van het jaar, veel fietsen buiten. Af en toe naar de zee, naar de supermarkt in de stad verderop. Daar waar we ook vaker uitgaan, mijn vriendin en ik. Dus dat zijn van die dingen die je achterwege moet laten. Maar voor mij is er eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Want als ik thuis ben van tours, dan ben ik toch ook vooral heel graag thuis. En dan blijf ik sowieso heel vaak binnen en ook in de tuin. Dus op zich is voor mij nog allemaal makkelijk te behapstukken. De laatste jaren heb ik hard gewerkt om, om zoveel mogelijk self-sufficient te zijn hier. Ik heb een eigen moestuin, ik heb fruitbomen. En ook de ouders van mijn vriendin, die verbouwen zelf heel veel. Dus mocht het zo zijn dat echte hel losbreekt, dan hoeven jullie om mij geen zorgen te maken.